Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld of voor FIFA 23. Ik zal vandaag starten met Vitesse tegen Willem 2. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Welkom, beste kijkers. De weergoden zijn ons alvast gunstig gezind. Nu de voetbalgoden nog. Het commentaar wordt vandaag verzorgd door collega Jeroen Guter en ondergetekende Siert de Vos. Het is tijd voor een ouderwetse pot Eredivisie voetbal. Dit is Vitesse dat het opneemt tegen Willem II. Siert, dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. Kunnen ze profiteren van deze pass? Wordt in de 16 gegeven. Een prachtige uithaal! Oh, wat mooi! En die bal ligt in het net. Fantastische volley! Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum! Nou, deze kan wel ik nog wel een keertje terugzien hoor. En met name die voorzet, want die is tot in de puntjes verzorgd. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. De score is geopend. Het is 1-0. Nummer 7, Loïs Openda. Na die tackle is hij de bal kwijt. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wibbel Okkels. Uitstekende mogelijkheid. Zo, die zit er mooi in, zeg. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Die zit voor Vitesse. En nummer 7, Loïs. Hij weet die gevaarlijke paas te onderscheppen. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Jansch. De bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. Kans op de aansluitingstreffer. Boom! De lap en weer tegen het metaal. Het spel gaat door. Ja, dit was een uitstekende poging. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben. En dat ontbrak hier. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Door die actie is hij de bal kwijt. Net op tijd ertussen. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Matus Bero. En weer in balbezit. De aanvaller loopt terug om de bal te halen. Prima. Goed hoe hij ertussen zat.
beetje ruimte op de flank voor Vitesse hier. Voorzet in het 16 meter gebied. Nee, dat feest gaat niet door. De grensrechter, vlag voor buitenspel. Kantje boord. Er wordt druk gezet en hij neemt de bal niet goed aan. Tanane. De kant van dichtbij. Een poging die bal weg te werken mislukt. Hij krijgt daar geen ruimte. En ze hebben de bal weer terug. Trekker overgehaald. Weet je wat het is? De zuiverheid in de afronding ontbreekt. Ja, het is overduidelijk dat Vitesse hiervoor staat in de strijd om balbezit. Zo, wat een kans! Kans op een goal! Die voorzet wordt door niemand aangeraakt. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Dat is een gevaarlijke steekbal. Op tijd voor die bal. Zo, goal! Het lijkt achterloos, maar het is zo subtiel, hè? Die steekpaas, ja, dat is echt om van te genieten. En daarmee wordt de goal gecreëerd. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Die bal is hij kwijt. Nu snel eruit komen. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Bal ingeleverd bij de tegenstander. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Oussama Tanane. Die steekbal is gevaarlijk. En hij is ontsnapt. Bal gered. Spel loopt verder. Die bal wordt geblokt door die speler. Corner van Oussama Tanane. Een eigen doelpunt. Hier zal hij vanaf van wakker liggen. Ja, anders gaat hij ook niet meer door. Oh, wat een ongelukkige golf. Moeten we misschien zeggen onbenullige actie hier van die verdediger. Ik kan me voorstellen dat hij zich doodschaamt, maar... Laten we er niet al te lang over doorgaan. Het is natuurlijk ook een kwestie van pech dat zoiets gebeurt. Hopelijk gaat het niet te veel in zijn hoofd zitten. Want ja, de wedstrijd gaat door. Wat een drama dat hij die bal er zelf in werkte. Vido Fischel geeft aan 2 minuten extra. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Snijdt daar binnen. Een hele belangrijke verdedigende actie. We gaan de rust in met een afgetekende... Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee. Tot het einde.
Vitesse verschijnt met een voorsprong bij de aftrap. Dat belooft veel goeds voor speelhelft nummer 2. Matus Bero. Een beetje ruimte op de flank voor Vitesse hier. Hij snijdt naar binnen. Dat zag er veelbelovend uit, maar ja, het resultaat is een doeltrap. Goed gezien, jongen. En hij kan doorstomen. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Deze mag erin. En zo'n kans moet er gewoon in. Zeker. Helemaal met Jesse. Van zo dichtbij moet dat eigenlijk een uitgemaakte zaak zijn. Ja, deze doelman die staat er niet voor niets. Hè. Die kan wel wat. Oog voor zijn ploeggenoot. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Stoor nu 5 seizoenskaarten voor de prijs. Ze komen weer in balbezit. Jawel. Nog steeds aan de bal. Deze tackle loopt goed af. Een beetje ruimte op de flank voor Vitesse hier. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Die kopbal dwingt de keeper tot een redding. Ja, dat is waar, maar wel een eenvoudige redding. Zwakke bal. Zwakke paas. Linia recta naar de tegenstander. Dit moet een doelpunt worden. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. En dat is 3. Nummer 3 voor hem. Ja, onvervalste hat-trick. Dat zijn van die geweldige momenten in de wedstrijd. Voor 5 tegen 0 alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Van deze paas. Goed gepakt door de keeper. De doelman heeft hem in zijn handen. Hij zal nog wel eens terugdenken hoor aan deze kans. Ik denk dat hij zelf ook al weet dat hij een doelpunt had moeten maken. Komt er een doelpunt aan? Leek veilig, maar toch de kans. Boom! Het lijkt wel een hamer dat hoofd. Wat een kopbal. Geweldig. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Een monsterscore inmiddels. 6 tegen 0. Afgetekend. Ja, hij zit ertussen. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. De bal nu alweer ingeleverd.
Dat is een gevaarlijke steekbal. Op tijd vertrokken. Hard geraakt van dichtbij. Oh, maar hopeloos, troosteloos, machteloos. Het is echt afschuwelijk. Volgens mij raakte hij in paniek of zo. Het lijkt erop dat de coach gaat wisselen. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Die bal gaat er schitterend in. Die bal gaat heel mooi laag het doel in. Altijd moeilijk voor een keeper. De goal werd ingeluid door een geweldige actie van deze speler. Hup, je man voorbij en hoppa, bal langs de keeper. Hoho, weergeloze actie. En genadeloos afgerond trouwens. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Zet verder door. Gaat dit wat worden? Een speelvrije trap. Vanaf deze positie moet er nog iets mogelijk zijn. Goed gered door de doelman en de bal geklemd. Pakt de bal goed af. Al vroeg onderschept die bal. Nog 3 minuten speeltijd. De scheidsrechter kijkt op zijn klok. En de bal niet meer aan de voeten. Een beetje ruimte op de flank voor Vitesse hier. Die bal is een makkie voor de keeper. Die houdt hij makkelijk tegen. En dan is dit duel. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.